Jezus Christus, wat een walm, man. Ongekend. Goedemorgen deze morgen. Het is 11 uur. Ik ben vandaag vrij. Ik heb 6 dagen gewerkt afgelopen week. Dus ik heb een dagje weekend. Het is nu 11 uur. Ik heb een uur in mijn bed gelegen. Een beetje met mijn telefoon lopen klooien. En ik maakte de foto op. En die plaatste ik. En daar kreeg ik een reactie op. Het is best awkward als je ex gewoon meer likes krijgt met haar reactie op die foto dan de foto zelf. Dus ik geloof dat ik de hint snap. Zo, goedgekeurd mensen. Ja, het is weer glad. Redelijk, niet helemaal. Maar het groeit vanzelf weer aan. Dus wees niet getreurd. Maar goed, ik trek me dus ook wel aan wat mensen zeggen of denken of vinden over me. Ook al heb je zoiets van, boeit me niet, ik trek me niks aan. Onbewust doe je dat toch wel een beetje. Iedereen. Ben ik heilig van overtuigd. Ik kreeg gisteren de vraag, hey, wanneer komt er weer eens een vlog online, Lex? Want het duurt wel erg lang. Ja, dat klopt. Ik ben veel aan het werk geweest afgelopen week. Ik heb nog 2 verjaardagen tussendoor. En ik heb ook nog eens de kids. Ik kom eigenlijk gewoon een paar dagen in de week tekort. En dat bedoel ik niet om nog extra te gaan werken in die dagen. Nee, maar gewoon om voor mijn privé wat dingen af te maken. Zo ook filmpjes. Ik heb nog wel wat liggen. Vloggen van Stijn die ik moet monteren. 2 vakantietrips monteren. En ook dag 4 van de citytrip. Die moet ik ook nog steeds monteren. 1, 2, 3 ging best snel. Maar 4 die laat weer op zich wachten. Van de plaatselijke blauwe helden nog de een en ander videootjes te monteren. En dan moet ik ook nog wat van opnemen. Ik weet dat Jeffrey het spijt, maar het moet goed komen. Ik kom een beetje tijd tekort eigenlijk. Maar er komt eerst misschien wel verandering in. Aangezien er bij alle regionale omroepen flink bezuinigd moet worden en bij ons, Omroep Flevoland, komt dat neer op zo'n 12%, zal het wel gevolgen hebben voor een aantal personeelsleden. Ja, want qua techniek zijn we al zo ver geïnnoveerd dat er weinig te halen valt. Als nou een x-aantal van die bobo's in die hele regionale omroepensector zich gewoon aan de afspraken hadden gehouden en eventjes verder hadden gekeken en dan het sector breed, waren er veel beter vanaf gekomen, minder ontslagen en hadden we veel meer zekerheid gehad. Maar ja, waarschijnlijk eigen belang, hè? Bedankt. De ene kant maak ik me niet zoveel zorgen, de andere kant denk ik, ja. En stel dat je er wel mag blijven, wat blijft er dan van over? Vind ik mijn werk nog wel leuk? Word ik er wel gelukkig nog van? Het zijn wel van die dingen waar je bij na zit te denken. Kost ook weer tijd. Maar beter kunnen besteden aan monteren van andere filmpjes. Eind volgende maand horen we het. En dan weet ik of ik misschien wel heel veel tijd over heb. Kan ik meer vloggen? Kan ik al mijn andere videoprojecten afmaken? En eens even goed nadenken van, wat wil ik nou? Maar ik heb wel een idee. Maar dan moet ik eerst maar eens even goed gaan sporten. Anders red ik het nooit. Even vitaminepillen, want ik eet natuurlijk te weinig fruit. Nou, dat was maar weer een vlog. Anders dan andere. Nou ja, anders. Er zit toch geen enkel structuur in. Dus wat dat er gaat, past dit er ook wel bij. Ik wens jullie een hele fijne dag. En tot de volgende keer maar weer. Gaan we weer fris en vrolijk door. Want we blijven immers lachen. Wat er ook gebeurt.